Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken paella met Noordzeevis. Wat hebben we nodig? Olijfolie, chorizo, gepelde ui, look, Spaanse rijst voor paella, saffraandraadjes, gerookte paprikapoeder, rode paprika, tomatenkompot, gedopte ertjes, zeekat, lotte, gewassen mosselen, scheermesjes, witte wijn, visfumet, kippenfond en een gehakte peterselie. We beginnen met onze kookpan te verhitten en we voegen er rijkelijk olijfolie aan toe. We nemen onze chorizo. We gaan onze chorizo gaan pellen. We snijden de chorizo mooi in. We gaan eigenlijk mooi het vliesje er gaan afhalen. We snijden de chorizo mooi door. En we gaan dobbelsteentjes ervan snijden. Onze pan met onze olie, die is mooi warm. Nu gaan we de chorizo gaan aanstoven. Nu nemen we de ui. De ui die mag bij de chorizo. Nu nemen we twee teentjes look. Die gaan we mooi gaan pellen. De look die gaan we mooi gaan fijn snijden. De look die voegen we toe aan onze chorizo. Nu nemen we de paprika. We gaan hem van de paprika het groen verwijderen en de pitjes. We spoelen de paprika af. Met koudstromend water. We gaan ook mooie blokjes snijden van onze rode paprika. De paprika die gaat er ook bij. Nu gaan we alles heel mooi gaan aanstoven. Hier onze rijst, onze Spaanse paella rijst. Die voegen we mooi bij onze chorizo, ui en paprika. De rijst die gaan we gaan aanbakken totdat die glazig is. Kruiden we met paprikapoeder. Verse saffraanblaadjes. Indien u geen saffraandraadjes hebt, kunt u dat ook wel doen met saffraanpoeder. Met draadjes is natuurlijk wel lekkerder. Of dat je met gewone poeder werkt. Wat peper erbij. Grof zeezout. Hier hebben we tomatenkompot. Tomatenkompot is ook een basis van mij. Ik heb al iets gemaakt in een vorige aflevering. Nou, we bevochten met witte wijn. Kippenfond. En visfumet. De paella die hebben we aan het kookpunt gebracht. En nu houden we de paella 15 minuutjes laten koken op een zacht vuurtje.